Believe in Miracles. Terug op Haarlem 105. Het is Giel hier, het is 3:10. En ik zal je zeggen, het is lang geleden dat ik zo zenuwachtig ben geweest voor een radioprogramma. Maar dat heeft te maken met, met knopjes die je niet kent. Maar ja, vooral omdat ik, ik heb hier mijn grote voorbeeld, Jan Gouws, staan. Jan, ik vind het echt top dat je gekomen bent. Ja, tuurlijk. Dat vind ik echt heel leuk. Ik hoef Jan Gouws niet te introduceren op dit station, maar er is een tijd geweest dat ik gewoon altijd de telefoon mocht nemen bij Jan. Eigenlijk vlak nadat ik het kinderprogramma deed, Truffel. En dan was ik bij jou en ik heb toch echt mogen zien hoe jij de discjockey was. Precies. En nu zijn dan hier even de rol omgedraaid. Ik heb op Haarlem 105 ook nog wel menig programma mogen maken. Maar het voelt fijn. Echt super tof dat je er bent. Heb jij al iets meegekregen van, ja natuurlijk wel, van de Music Kids actie natuurlijk. Ja, zeker. Er zijn 5 van die studio's, hè, inmiddels. Ja, klopt inderdaad. In heel het land. Ik zal nog even, je hebt het hele dag al gehoord, maar het kan maar zijn dat je net de radio aanschakelt. Music Kids is een stichting die zich inzet voor kinderen in ziekenhuizen die daar op welke manier dan ook moeten zijn. Misschien omdat ze zelf ziek zijn, maar het kan ook zijn dat ze heel vaak met hun ouders mee moeten. Niet echt relaxed omgeving natuurlijk. Dus hoe mooi is het als er dan een ruimte is waar ze eventjes de afleiding hebben met de instrumenten. En ik hoorde daar ik denk wel een jaartje of 10 geleden van. En toen zei ik gelijk, ja, daar ga ik me voor inzetten. Ik ga zorgen dat er ook in Haarlem een studio gaat komen. Want je moet je voorstellen, Ali B. heeft er eentje in Almere. Guus Meeuwis heeft er eentje in Tilburg. Armin van Buren heeft een hele mooie in Utrecht. Ik kan je zeggen, dat heeft alles te maken met de fusie van de ziekenhuizen. Het heeft nogal wat voet in aarde gehad. Dus nu zijn we 10 jaar verder. Heb ik heel veel dingen wel voor Music Kids mogen doen. Maar het zit eraan te komen. Er komt, als het goed is, in het Spaarne Gasthuis een studio. Ik zeg, als het goed is, het gaat heus wel goed komen. Maar hoe mooi die is, ik zou zeggen, dat bepaal jij. En dat bepalen ook de bedrijven van Haarlem. De hele dag is er al wel een beetje reuring gemaakt. En ik heb al begrepen dat de eerste bedrijven aan het denken zijn wat voor mooie actie ze kunnen doen. Nou ja, dat is vandaag. Ik zal straks ook eventjes met Jordan van Music Kids gaan praten. Maar we hebben de hele dag al, ook in het kader van Music Kids, ja, er moet muziek gemaakt worden. Live muziek. En ik denk dat je gewoon Rosemarijn heet, of niet? Ja, mijn echte naam is inderdaad Rosemarijn. Ja. Ik vind het een briljant artiestennaam dan. Rosemarijn. Roos, waar kom je vandaan? Haarlem. Jij komt ook echt uit Haarlem? Natuurlijk. En waar woon je dan? Houtvaartkwartier. Ja, lekker man. De rest nog even geven. Ja, nee, oké. Okay. Heel goed. En jij gaat wel lekker. Ik zag dat zeker die Moving On, die pakt al behoorlijk wat streams. Ja, die is inmiddels al behoorlijk een tijdje uit ook. En het heeft even geduurd voordat dan de rest van het EP er ook aankwam. Dus daarom heeft die denk ik heel lang daar als enige opgestaan. Ja. Ja, precies. Dus dat is op zich ook wel logisch dan. We kunnen lang lullen, maar ik wil eigenlijk wel gelijk een beetje muziek in die tent. Welke ga je als eerste doen? Ik ga nummer Sacrifice spelen. Sacrifice. En wat kan je zeggen over dat nummer? Wat gaf jou inspiratie voor dit offer? Nou, het was een co-write, maar ik heb hem geschreven eigenlijk naar aanleiding van het gevoel dat je eigenlijk alles voor iemand over hebt. En dan beseffende dat je het eerder misschien niet voor iemand anders had gehad. Mooi. Nou ja, ga maar naar de officiële Haarlem 105 bühne. Het ziet er echt fantastisch uit. Dat is ook wel veranderd in de loop van de jaren, ja, moet ik zeggen. Dit is echt, het is allemaal high-end wat hier gebeurt. Leuk dat je erbij bent. Laat ook even een reactie achter. Wat is het makkelijkste manier om mensen te bereiken, Jan? Hoe kunnen ze het best een appje sturen of zo? Ja, studio uit Haarlem 105. Maar ook een good old bellen kan natuurlijk ook. En is het nog steeds hetzelfde nummer? Ja, weet je het nog? 023-5-31-61-61? Ja hoor, nee, echt, ja, absoluut. Oh, dan gaan we straks ook even de telefoonlijn opnemen. En als je gewoon een berichtje wil sturen, dan ben je dus ook van harte welkom. Dat kan allemaal. Met Sacrifice is hier Rosemarin live. Through the night, though I might sometimes worry
apologize. Late last night, when the sun came down and the truth came out, once again we drank too much, then we fooled around. The funny thing we're now talking about is wedding rings and broken hearts. Had a melody in mind, and it goes like, though you might keep me waiting, working late again, I hate it, but with you I would go through a thousand fights just to keep you through the night. Though I might sometimes worry we're not made for this, I always know that I'm willing to make the sacrifice to apologize. I'm willing now to try it all, to give what you are looking for. And truth be told, I had it all, but I lost it trying to gain more. It's a story for all eyes to see, oh. And it goes like, though you might keep me waiting, working late again, I hate it, but with you I would go through a thousand fights just to keep you through the night. Though I might sometimes worry we're not made for this, I always know that I'm willing to make the sacrifice to apologize. To apologize. Rosemary. Live hier op Haarlem 105. En dat is ook echt live. Geeft die vrouw gitaar en klaar. Helemaal te gek. Roos, dankjewel. En ze gaat straks zeker nog wel een nummer doen. Ja, de lijnen gooi ik zo open. 023-5-31-61-61. Ik vind het ook wel eventjes goed om te kijken wat voor acties er allemaal al zijn binnengekomen. Want ik heb wel begrepen dat wat Haarlemse ondernemers ook in deze toch lastige tijd hebben besloten om iets voor Muziekids aan te dragen. En dat kan van alles zijn. Hè. Kleine bijdragers zijn ook welkom. Dus laat het ook zeker weten. En dat kan dus ook via het e-mailadres studio@haarlem105.nl. Ja. Oh, lekker. Met Kygo.